Hey joh, zijn we weer. Bij Accidents, zo heet het spelletje en dat gaan we ook onderzoeken. Wat hadden we als laatst gedaan? Oh, er staat gewoon letterlijk completed bij. Dus deze kunnen we doen, dat is Highway Disaster. Komrom Esztergom in Hongarije om 10:15. Ja joh, lekker doen. Er staat zeg maar zo'n datum bij en een slachtoffer. Ik vraag me dus af, is dat echt gebaseerd op echte ongelukken die er zijn gebeurd? Dat zou wel vet zijn als dit gewoon daadwerkelijk een simulatie is. Vroom! Komrom Esztergom, Hongarije, 1 mei 2017. Wat was jij aan het doen op 1 mei 2017? Yikes! Lampies! Oeh, het is glad op de weg, lijkt wel. Ja! Waar is mijn gevarensensor? Pak de kuttelefoon. Hé, hey, bel. Wat kan ik in een geloofcompartment doen? Daar is mijn ding, mijn gevarensensor ding. Hazard lights. Wat zit daar? Geen idee, maar ik doe hem wel alvast open. Mark accident location. Stop! Oeh, die gaat echt met tyfus hard snelheid. Erheen. Pak alles maar op. Driehoekies, go! When you're on a highway, place the warning triangle at least 100 meter behind the car. Ensures in oncoming traffic. Ja, maar ik heb er maar één. Ja, turn off ignition. Ja, dat kennen we inmiddels wel. Hopelijk brandt de boel niet. En misschien moet ik mijn deur ook niet openlaten. Hello? It me. Heb jij een gevaren driehoek? Tuurlijk. Hey, kom je ze direct even checken. Die zet ik even uit. De tyfus. Er zijn drie mensen die erbij horen. Oké, okay, die hebben we gedaan. Dan krijgen we in ieder geval geen toekomend verkeer meer. Ze hebben in ieder geval allemaal hun gevarenlampjes aan. Dus dat is goed, behalve die. Want die is helemaal naar de kloten. Gain access to the van. Need something heavy. Die is locked. Die is locked. Moet ik misschien iets van een steen vinden of zo? Wat stond er aan de zijkant? Need something strong to pry. De paniek. Wat heb jij hier? Fire extinguisher? Kan ik niet gewoon een fire extinguisher er tegenaan kletteren? Open! Ah joh, het werkt echt! Doe die kutdeur open! Ik zie echt helemaal geen saus trouwens. Oh, hier. Lug wrench. Kan ik die gebruiken? Vast wel. Pry. Hey, yo. Briljant. Die uit. Oh, wacht. Die kan nu inmiddels open. Die uit. En nu moet ik waarschijnlijk iedereen checken. Inspect. Hallo. Leeft u nog? Gordel af. Nekkie naar achter. En luisteren. Die ademt nog. Dat is goed. Wat heeft hij? Een wondje op zijn voorhoofd. Next. Daniel nog iets. Hallo. Zit ze... Oh nee, dat is de airbag. Leek wel alsof zijn been in de weg zat. Oeh. Oh, deze ademt niet meer. Ik heb het gevoel dat deze klojo te hard heeft gereden. Check location nearest kilometer marker. Ze werken hier met hectometers. Het is geen simulatie. Ze is erbij. Kijk, dat is mooi. Kilometermarker. Hoezo heb ik geen dingetje in mijn auto? Hier zou het op moeten staan. Nee, volgende dan misschien? Hey joh, het zou hier toch gewoon op moeten staan? Wat de frik is dit? Misschien op dit bord. Nee. Oh, hier. 98. Oké. Help the victims. En jij ademt niet meer, dus laten we jou maar eerst even eruit trekken. In de hoop dat we je nog kunnen redden. Die andere heeft alleen maar een bruise op zijn voorhoofd. First aid heb ik bij me. Yes. Handschoentjes. Open airway. Maskertje. Doet u er maar op. Chest compressions. Dit is een carnavalskraker. Oh, super. Check the breathing. Hello?
En naar beneden. En los. En omhoog. En naar beneden. En los. Hello? Well, shit. He's done for. He's dead. Ben benieuwd wat er is gebeurd, want... Of eentje is gewoon door de vangrail heen gejekkerd, of er is gewoon iets fout gegaan, want... Blijkbaar die andere baan is er ook bij betrokken. Discover the cause. We hebben hier skip marks. Daniel stops in the middle of oncoming lanes. Impact point. The van collides with the sport car. Okay. Impact point. Ja, zie je, hij is er door die vangrail heen gejekkerd. Collides with the bridge port. Ja, dat win je niet. Zie je nog iets? Missing impact point. Aha. Hoeveel moet ik er hebben? 7. Oh, broken wheel. Hoezo is dit irrelevant? Of is dat na afloop pas gebeurd? Geen idee. Body scratches? Oh, car body. Ik zat ervan, heeft hij een lichaam geraakt, joh. What the hell? Ik weet niet helemaal waar ik nog 2 clues vandaan moet plukken. Hier. Broken. Nee. Misschien deze skid marks hier verderop. Hier, dat gaat echt lang door. Ik zie er hier echt eentje helemaal doortrekken. Oh ja, kijk hier. Ja, skid marks. Loses control of her car. Wauw, heel ver. Broken mirror, insufficient. Wauw, dus die impact was echt hier al ergens. Ik snap ook eigenlijk niet waarom ik dit moet achterhalen. Waarom verliest hij de controle over zijn auto? Ja, Daniel is de sportscar. Dus... eens even kijken. Laten we zeggen... Daniel verliest de controle over zijn auto. Op een of andere manier. Dan collide hij met die van Barbara. Barbara verliest dan de controle over haar auto. Sportauto knalt tegen de bridge support aan. Tegelijkertijd knalt die van Barbara aan de andere kant. Daardoor stopt Daniel op de andere kant van de baan. En dan komt de van er tegenaan gejekkerd. Oké, dat is hem blijkbaar niet. Misschien moet er echt eentje omgekeerd of zoiets. 10 naar 5. 10 naar 6. Shit. Oh, volgens mij klopt dit. Als het gele pijltjes zijn, dan klopt het. Die daar. Ja. Die daar. Dan gaat Daniel naar de andere baan. En dan de van knalt er tegenaan. Oké, we got him. Daniel, thanks to your decisive actions, Daniel was quickly taken to the hospital, but he is dead. Jammer. Christopher overleeft het. Die zat in de van en Barbara leeft ook. Nou, top. Mooi. Completed. Dan hebben we hier distractions in Wielkopolska in Poland. Polen. Door Lukas Pawlowski in juni 2011. Oh joh, ik ben aan het fietsen! Ik rijd midden op de weg, want ik ben een fietser. Oh, dan kan ik geen GPS checken. Dat kon ik net ook al niet in de auto. Hey joh, daar staat een auto op zijn dak. En er staat een ander autootje bij. Nou, kletter je fiets aan de kant. There has been an accident. Fiets aan de kant. Stap af. Mobiel. Heb ik mijn telefoon bij de hand? Uiteraard. Blijf vooral stilstaan terwijl je dat doet. Mag ik al bewegen? Hey. Rennen! Wop. Trunk open. Die moet ik hebben. Oh ja, hier ben ik wel eens een keer geweest. Leugens. Allemaal niet waar. Oh, er zijn 3 slachtoffers. Oh joh, er is iemand hier omheen gekletterd. Trunk jammed. Oeh, dan wordt het lastig. Want dan heeft deze dan een tweede gevaren driehoek. Oh nee, ik heb gewoon de locatie al gemarkt. Blijkbaar is er geen tweede nodig. Oh nee, het is natuurlijk op één weg. Hoe ga ik deze open krijgen? Alles is jammed. Need something heavy. Misschien kan ik weer de fire extinguisher gebruiken om iets open te kletteren. Oh shit, ijsolie aan het lekken. Break. Slap. Ignition. Airbag. Move aside. Pull out. Dat lijkt me even een goeie. Als we jou gewoon even eruit halen.
Exacte locatie. Unomas. Steek even over. Eentje. Oh, dat was het al. Oké. Check for possible hazards. Check all victims. Laten we eerst even deze checken. Hello. Are you dead? Nee, deze ademt gewoon nog. Top. Oh ja, hij zit te spuiten uit zijn been. Oh, godverdamme. Are you alive? Nee, pittig dood deze. Next. Hello. Nou, deze heeft het volgens mij wel overleefd. Ja, joh. Ja, joh. Check for possible hazards. Wat zou dat kunnen zijn? First aid kit pak ik maar sowieso. Possible hazards. Dus waarschijnlijk deze. Oil puddle. Can cause a fire. Help the victims. Laten we deze doen. Open. Handschoenen. En lift the leg. Goor. Two of them need your immediate help. Try to stop the bleeding, then CPR. Okay. Scissors. Cut the trousers. Bandage. Apply bandage. Remove the belt. En die daar overheen. Dan zit er in ieder geval druk op. Jij bent die ander. En dan gaan we. Ja, een paard op de gang. Voor die highscore. Ja, la, 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 la. En dan gaan we. Artificial ventilation. Naar binnen. Naar buiten. En los. En check. Ja, die is gewoon klaar. Jammer. We tried. Oké. Hoe is dit gebeurd? Het is al überhaupt heel bijzonder dat zeg maar een auto op de kop ligt. Laten we daar even mee beginnen. Impact points. Her car slams into Ludwig's, pushing it sideways. Skid marks irrelevant. Zou het dan kunnen zijn dat één gozer vanaf hier kwam, wilde rechtdoor of links. Zij reed door rood heen, klapte hem op de kop en vervolgens, ja, Ludwig's car hits Sylvester while he's crossing the street at the crosswalk. Yes. Bloodstains irrelevant. Moeten twee extra clues hebben. Ik vermoed dat zij door rood is gereden. Of dat de stoplichten gewoon niet goed werken. Traffic lights. Zie je? Ja! Which makes her run a red light. Mijn innerlijke Sherlock komt naar boven. Sherlock Holmes. Ja, wat zou de laatste clue kunnen zijn? Smartphone. Texting while driving. There we have it. There we have it. Oké. The events. Claudia is texting while driving, which makes her run the red lights. Daardoor raakt zij de auto van Ludwig aan de zijkant. Die kiepert om en raakt vervolgens de voetganger die wil oversteken. En wat hebben we hiervan geleerd? Blijf met je gore poten van die klote telefoon af als je achter het stuur zit. Because it kills people. Toch? Sylvester leeft? Ze leven allemaal. Oké, it doesn't kill people. Blijf gewoon lekker... Nee. Straks krijgt de overheid achter me aan. Gewoon niet je telefoon gebruiken als je aan het rijden bent. Dat lijkt me heel vanzelfsprekend. Dit is blijkbaar de laatste. Laten we die dan ook gelijk doen. Dit is Desert Encounter in New Mexico, USA. 15 augustus 1972. Vroom! Drie pedalen. Ongebruikelijk in de Verenigde Staten. Ze hebben heel veel automatische voertuigen. Dus dan heb je koppeling niet nodig. Hallo! Ik heb geen eens telefoon. Glove compartment. Map voor de locatie. Waar ben ik? Hoppa. Kijk, goed gedaan hoor. Hoe stap ik uit? Find a way to call the emergency. Is er ergens een, weet ik veel, een telefoon of zo? Nee. Oeh. Broken sign. There must be a gas station with a telephone along the road nearby. Prison bus. Oeh, er is een prison hijacking. Ja, wat is dat nou? Van call emergency. Er zou iets dichtbij moeten zijn. Ik zie geen kloten verderop. Ja, ik ren helemaal terug. Maar dit is compleet saus. Ik verlies hier zoveel tijd mee. Nou, ik kan niet verder deze kant op. Ik ren wel even verder door. Ik had even de tijd teruggespoeld. Want ik verloor
zo onzinnig veel tijd. Ja, wat nou? Ik kan hier ook al niet verder lopen. Hoe moet ik dan bellen? Er is nergens een telefoon. Heb jij niet een walkie-talkie of zo? Dat hadden ze in die tijd toch wel? Oh, hier. Misschien kan ik het hier doen. Hallo? Hey, waarom hebben jullie geen contactmogelijkheden? Ik weet dat het 1972 is, maar... De tyfus. Ik weet niet wat ik moet doen. Er is geen mogelijkheid om de emergency dingen te bellen. Huh? Waarom zie ik hier door locked? Refrigerator locked. Huh? Volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling. Zou hier een gas station moeten staan, normaal gesproken? Hé, man, dit is bullshit. Ik kan gewoon niet verder met deze. Het is call emergency, maar er is niks. Of zie ik echt iets over het hoofd? Pauze. Oké, opnieuw. Ik weet denk wat we nu moeten doen. Het is gewoon, als ik er niet naartoe kan lopen... Bro, ik heb een auto. Find a way to call the emergency. Nou, je loopt er naartoe. We hebben uitgevonden... Ze hebben geen walkie-talkies of wat dan ook... waarmee ze kunnen communiceren. Huppakee. Call emergency services. Wat nou als we gewoon doorrijden? We gaan verder gaan, joh. En dan rijden we uiteindelijk wel weer terug, joh. Hier, drive to the gas station. Helemaal saus. En blijkbaar weet ik de exacte locatie, maar dat komt wel goed. En hier zal zeker die in een refrigerator staan. Dus ik denk dat die shit gewoon een beetje beukt was. Hey, hoe is het telefoon? Ja, hallo. Top. Pay attention. I'd like to ask you to return to the scene of the accident. Help as much as you can. Je houdt me op. Convex may still be around for your own safety. Lock away. Start by locking away all the guns. The sheriff asked you to do this with some sort of cloth. So that you don't leave your own fingerprints. After that, you'll need to turn off the ignition in all the cars. Check all the victims. Decide whom you're going to help. Choose a person whose life is most threatened. Good luck. Wat is dit? Locked? Ja, dit zijn die refrigerators. Ah, het spel was gewoon gebeukt. Die blijkbaar die points of interest, die waren er dus al op die andere locatie. Rij dan! Die kutdeur. Nee. Wat is dit nou weer? Find the first aid kit. Nee, hij is weer bugged. Hij is weer bugged. Rij naar die kutplek dan. Handkerchief. Ja, oké, dan heb ik een handkerchief. Nou en? Ja, kutzooi. Waarom, stap dan in en rij dan. Maar ik kan die kutdeur kan ik niet sluiten. En ik kan alleen maar de glove compartment openen. Voor de rest kan ik niet de auto starten om terug te rijden. Waar slaat dit op? Find the first aid kit. Moet ik dat hier doen? Locked? Oh, hier. Sorry. Ik dacht, die is wel op locatie, joh. Je zou wel verwachten dat er in zo'n politiebus... toch gewoon de... hoe heet het is? First aid. Trunk must be closed. Oh. Go! There is not much time. Zijn we weer. Hallo. Store all the weapons in your trunk. Oké, trunk open. Ik weet waar er eentje ligt, dat is die. Really, moet ik dat één voor één doen? Oh, mijn hemel. Eén. Is er hier nog eentje? Yep. Misschien dat er ook nog eentje dan bij die chauffeur ligt. Daar zo. Lijkt me niet dat er hier eentje achterin is. Ja, volgens mij zie ik er daar één. Ignition turn off. Oh, hier. Revolver. Die daar... Secure your trunk. Car keys needed. Oh. Waarom kan ik die niet gewoon pakken? Terwijl ik aan de buitenkant sta. Oké. Lock. Turn off the ignition in the laatste vehicle. Nee, niet de glove compartment. Waarom kan ik dat niet vanaf hier doen? Oh, dit onnodige spel. Oké, die is uit. Inspect. You are kind of dead. Bullet wounds. Die is helemaal naar zijn grootje. Check all victims. Jij, hallo. Kan je me horen? Die arm nog, maar die heeft een flinke oplawaaier in zijn buik gehad. A wound. Gaan we hier naar binnen? Dat deze guy dan ineens weg zou zijn, hè? Dat zou ik best wel spannend hebben gevonden. Oké, deze ademt ook nog. En heeft een wond bij zijn buik. En deze is dus volgens mij het ergste aan toe. Dus deze moeten we helpen. Oeh, die heeft een schouderwond, joh. Uh-oh, die ademt niet meer. Die is door zijn schouder heen geschoten. Maar hij heeft een exit wound. Dus dat zou wel goed moeten zijn.
Dan zit die wond er in ieder geval niet vast in. Daarentegen stopt dat niet het bloeden. Dat is het probleem een beetje. Handschoenen. Open airway. Retete, 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 re. Oké. Okay. Hello, good sir. Are you still alive? Here, take some of my breath. My stinky ass breath. Ah, geen adem. Helemaal kloten. Do not enter. Nou, dan komen ze hoor. Ik had het eigenlijk best wel vet gevonden als er dan echt inderdaad nog een paar inmates rondliepen. Die dan die wapens kwamen oppikken. Tenminste, nou, je kan niet verder als je dat niet doet. Dat is het probleem een beetje. Hoe dan ook. Spent casing. The bus driver shoots at the attackers. Maar dit is een shotgun shell. Terwijl ik een revolver vond. Skidmarks irrelevant. Skidmarks irrelevant. Bloodstains. A bandit is hit in the head. Dit doet me een beetje denken aan een Pulp Fiction scène. Splat. Zo op het achterraampje. Debris. De bus flips over and tumbles along the road. Really? Wow. Meerdere impact points. We hebben hier skidmarks. Irrelevant. 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 Kom op, eentje. Kijk hier, bullet shell. The prison bus is attacked by bandits. Ja, die zocht ik. Hoeveel moet ik er hebben? 6 in totaal. Al deze skidmarks zijn irrelevant. Why? Ik had eigenlijk wel iets verwacht dat er iets met deze crossroad zou zijn. Maar nope. Helemaal niks. Helemaal niks. Driver's door open. Maar er is hier niks. Spel! Stop nou even met die shit te leren op die manier. That shit's whack. Wat moet ik nog hebben? Ik moet er nog 2. A dent. The black car hits the bus. Ja, zo ver waren we. Alleen ik moet er nog eentje hebben. Aha! Bullet holes. A bullet blows the tire in which causes the bus to slide. There we go. Oké, okay, dan hebben we ze alle 6. Waar beginnen we mee? Ik zou zeggen... The prison bus is attacked by bandits. A bullet blows the tire on which... oh nee, ik begin al bij 3 joh. Nee, die moet naar 1. Zo. A bullet blows the tire. Dan... The bus flips over and tumbles along the road. The bus driver shoots at the attackers. Oké. The bandit is hit in the head. En dan raakt hij de bus. Wabow! Elliot Barrett, alive. Brock Bolton, alive. Oliver Grant, dead. Pittig dead. En Jerry Tanner is alive. Ja, Oliver Grant zat in die zwarte auto. Looks like you've solved all the cases for now, but there's still maybe some more in the future. But for now, I'm really proud of you. You deserve a little break. Thanks, Mark. Nou, Mark, ik kom juist net terug van mijn break. Maar we hebben het spelletje uitgespeeld. Er is letterlijk niet meer. Er is niet meer. Dus er zit er nog maar 1 ding op. En dat is jullie bedankt voor het kijken. Hey, thanks, Pik. Wil je toevallig 2 andere video's zien? Druk op de knoppen naast mij. Merchandise, www.gamenik.nl. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!